Hebben we er zin in? Ja. Ja, goed zo. Vandaag in een huis vol is het een bijzondere dag voor de familie Jelis. De kinderen gaan voor het eerst naar hun nieuwe school. Maar het is wel best spannend. Ik ben heel zenuwachtig. Dit is stroomkabel. Wat is dit? Stroomkabel, jongen. Welkom in Duitsland. Jij komt er maar niet aan. En bij de Buddenbrugs heeft Rob zichzelf in te veel klusprojecten gestort. Hij ziet door de bomen het bos niet meer. We hebben de keuken, dan hebben we die kappersdingen, want niet helemaal, snap je, dat is voor mij te veel rommel, te veel... En ik moet het allemaal gaan doen en ik ga het ook doen, alleen ik krijg er wel gestresst van. Ja, wat is? Nou, een gezonde spanning, wel een beetje zo'n hogere hartslag. De familie Zeldenrust viert het 16-jarig huwelijk van Jozua en Jantina. En dat doen ze met een flinke stoot adrenaline. Oké, vamonos! En de Kudelgams verwachten een flink aantal vrienden op de housewarming van hun nieuwe huisje. Maar zie eerst maar eens alle boodschappen op het strand te krijgen. Zullen we ruilen? Krijg jij een kind? Geef jij mij die. Je zit al te lachen. Zie je wel. In Tollebeek bij de Jelis is de grote vakantie voorbij. De school gaat weer beginnen. Het is 7:15. Johan is al naar zijn werk. En Janneke draait voor het eerst na 6 weken weer het ochtendritueel. Dan gauw naar beneden. Was je al begonnen met de tafel? Goed zo. Hi. Nou, het is de eerste dag van school. De eerste maandag na de grote vakantie. Het is best wel even pittig weer. Ik ben er ook aan toe. Lekker weer de kinderen naar school. Lekker weer ritme en structuur. Maar ja, ik vind altijd wel een dingetje als ze weer naar school moeten. En dan heb je gelijk zo'n leeg nest. Er is wel één grote verandering. Want Albertine, Harry, Caroline en Janna gaan naar een andere school. Ze zaten eerst op een reformatorische school, zo'n 10 kilometer verderop in Emmeloord. Maar nu gaan ze naar de christelijke school om de hoek. We hebben het echt wel gedaan dat het nu wat dichterbij is. En niet om die school, want het was echt een goede school waar ze op zaten. Maar dit is ook een goede school. En we hebben nu gewoon gezegd van, we gaan ze lekker gewoon hier dichtbij doen. Dus het is 5 minuten lopen. Dus ideaal, ja. Kinderen hebben er heel veel zin in. Wat wel best spannend. Gisteravond ging het nog wel goed, maar nu ik zo denk, ben ik heel zenuwachtig. En je mag geen koek naar school, maar het is wel koek, maar het is een gezonde koek. Dus dat wordt een spannend dagje. O barmhartige Vader in de hemel, wilt u zo deze dag met ons meegaan als we naar een nieuwe school toe gaan? Wilt u met de kinderen bij ze zijn? Heren, dat het niet zo spannend is vandaag. Amen. 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 En wat wil jij voor fruit mee, Janna? Druiven met kiwi. Op de andere school waren ze iets makkelijker, dat ze een cakeje mee hadden of een koekje, zeg maar. En nu zijn ze er wel wat strenger in, dat ze zeggen van nou, wel liever echt wel lekker fruit en gezond. Mag ik een ontbijt? Een bello bedoel je? Ja. Ik dacht eerst, ik wil toch helemaal niet naar die andere school. Maar toen deed ik het maar. Maar ik mis wel echt heel erg mijn meester. Maar misschien krijg je hier ook wel een hele lieve meester. Bij de Buddenbrugs is Rob de handige klusser. En het is de bedoeling dat de nieuwe keuken, die hij laatst via internet op de kop heeft getikt, zo langzamerhand ook eens geplaatst gaat worden. Hij is inmiddels begonnen met slopen, maar heeft hij niet iets te veel hooi op zijn vork genomen? We hebben de keuken, dan hebben we die kappersdingen, want niet helemaal, snap je, dat is voor mij te veel rommel, te veel... En ik moet het allemaal gaan doen en ik ga het ook doen, alleen ik krijg er wel gestresst van. En het is wat ik zeg, dat kost allemaal zoveel en tijd en... Ja. Ja, wat is? Ja, goed. Ik denk dat dit het ergste wordt hier. Met dit uitbreken. Dit is in het cement. Dit is hout. Nee, man, dat is stront. Dit is hout.
Er is stroomkabel. Wat is dit? Stroomkabel. Ik dacht er is van een kozijn. Nee, er is stroomkabel, jongen. Welkom in Duitsland. Jij kon er maar niet aan met je handen, jongen. Dus alle stroomkabels die zitten in de muur. En als ik daar nou de oven en de vaatwasser en de koelkast en vriezer bij ga doen, dan is de kans te groot dat de groepen springen gewoon. Is gewoon heel lastig. En ook met de tijdspannen, want ja, we zitten nog met een sloopkeuken. Dan wil je gewoon niet dat het een jarenplan wordt. Nou, kijk, wat wij eigenlijk willen doen, dit is de koelkast en dit is de vriezer. En die komt daar in de hoek, zeg maar. En dan hebben we natuurlijk, omdat we met zo'n groot gezin zijn, is één oventje natuurlijk niet genoeg. Dan krijg je dus twee ovens. En dan heb je dan hier uiteindelijk dan nog een stukje plaat. En de groep is uit. Ja, en dat had dus met die spots te maken. Nee, is iemand de tuin ingegaan dan? Het ligt dus niet aan in de tuin. Ja, dat is wat ik bedoel met die spots. Sorry, kan jij misschien even die schakelaars hier uitzetten van de spots? Het is of dat of de buitenverlichting. Eén van de twee. Is alles nu uit, hè? Komt goed. Die schakelaars waren aan, die moeten gewoon uit. Ik raak er wel een beetje gestrest van, want je zit gewoon met verschillende projecten. Ja, je wilt van alles doen. Je wilt de keuken, je wilt de kapsel afmaken, je wilt de chenoze kamer afmaken. En dan komt dit er gewoon even bij. Ja. De spots zijn uit en de licht blijft aan. Oh. En daar gaat hij weer. Jongens, alsjeblieft. Alsjeblieft. Doe die lampen ook uit dan. Oh man, maakt me gek. Wie had de buitenverlichting aangedaan? De lichten zijn nu uit, toch? De buitenverlichting was ook aan. Ja jongens, wat is dat voor een grap, dingen allemaal? Die heb ik nu net aan uitgeduwd. Ja, dan houden we zo dan. Er is nog redelijk wat licht binnen, toch? Oh, die keuken zal volgend jaar wel af zijn, denk ik, toch? Nee, ik wil wel binnen een paar weken klaar. Goed. Ja, Rob, is goed, jongen. Het is een feestelijke dag voor de familie Zelderust, want Joshua en Jantina zijn vandaag 16 jaar getrouwd. 16 jaar geleden? Ja, dat was een prachtige dag. Natuurlijk ontzettend spannend, want we waren nog vrij jong, 21 waren we. Er was een prachtige vrouw toen en het is alleen maar mooier geworden. Jurian, kom jij weer haartjes doen? Even stilstaan. Ze gaan dit heugelijke feit vandaag uitgebreid met z'n tienen vieren. Eventjes de boel voorbereiden. Jantine is nog even naar zwemles met de twee meisjes en daarna gaan we er onderweg. Kinderen die weten het nog niet. Ze gaan we straks nog eventjes verklappen. Zullen ze het sowieso leuk vinden? Ik kan het nog niet verklappen, want er luisteren er altijd drie mee. Jantina is dus naar zwemles. En dat geeft Joshua de gelegenheid om nog even voor een leuke verrassing te zorgen. Hé, hey, Jurian, Jedinia, gaan jullie even mee naar de winkel? Ja! Ja, even wachten met oversteken weer. Mijn handje? Nee. Nee, ken je dat al zelf? Gaan we kijken naar de bloemetjes. Gaan we kijken of roze of rode. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je rozen gevonden? Ja, dat is gelukkig. Ik zoek rozen. Hey, voor wie zijn die, Jurian? Voor mij. Voor mama natuurlijk. Mama houdt toch heel erg van bloemetjes? Ja, ik ook. Mama houdt ook van rozen. Ja. Ik ook. Hoe komt het uit? Ze hebben hier rozen. En waarom krijgt mama rozen? Omdat ze... Papa en mama zijn al heel lang getrouwd. 16 jaar. 16 jaar! Voorzichtig dragen, hè? Ja. Anders wel. Jullie wat moois voor mama, hè? Ja. Gaan jullie allemaal eentje geven? Ja. Dat is nou weer jammer. En dan is het opschieten, want Jantina komt al bijna weer thuis. En bij binnenkomst moeten alle kids natuurlijk klaarstaan. Julia, mama is er. Kun je even beneden komen zitten? Nog eentje. Hier, een roos. Gefeliciteerd voor. Ja, Ira is 16 jaar. Samen zijn. Dankjewel. Dankjewel. Heb jij ook een roos? Gefeliciteerd. Er zitten al 5 en 6. 7. Kom, Dinnetje. En ook mama feliciteren. 8. 16. Nou, prachtig. Dankjewel. Ja, bijzonder. Heel mooi. Ja, heel dankbaar. Na 16 jaar heb ik 8 prachtige kinderen. Dus ja, echt heel erg verrast. Leuk. Mooie verrassing, hè? Ja, absoluut. Ja.
Ik ga jullie haren doen. Als jullie netjes blijven zitten, dan kom ik langs jullie lopen. Oké. Goed? Albertine, Harry, Carolien en Janna Jelies zijn bijna klaar voor vertrek naar hun nieuwe school. Het is een spannende overstap, want ze komen allemaal in een gloednieuwe klas. Het was wel een moeilijke keuze. Ze hebben niet zo heel goed dat ze kunnen leren. Ze zijn niet sterleerders en dat is niet erg. Ze zaten op een reformatorische school, waar ze heel veel meekrijgen van het geloof. En op deze school zal dat gewoon wel minder zijn. En wij hebben liever dat we dan de tijd besteden in het leren zelf, in het rekenen en het schrijven. En dat stukje geloof geven wij nu thuis meer mee. Dus ja. Kijk mijn bord. Ik vind het zo spannend. Ja, vind je het wel spannend? Ik durf er gewoon niet aan te denken. Zo spannend vind je het? Ja. Nou, het zal vast wel goed komen, toch? Goed. Nee. Lukt het, Harry? Nee. Hij is dicht. Nee, nee. Mag ik even een fotootje van jullie maken? Hebben we er zin in? Ja. Ja, ja, goed zo. Nou, kom gauw redden. Eerst schooldag te laat is niet best. Ondanks die spanning huppelen ze toch blij richting de school. Eindje. In plaats van een kwartier met de auto, nu lekker een klein stukje lopen. 3 minuten nog ineens, denk ik. 2 minuten. Kom, de juf staat er al. Gaan jullie mee? Fijn dat jullie er zijn. Ja. Ze zijn er. Zullen we even naar binnen toe? Zal ik even meelopen? Willine, loop je ook mee? Hoi. Carolien. Oh, Harry zit er al. Harry. Doeg, lieverd. Zo. Ja, ze gingen allemaal lief de klas in, dus ja, ze vond wel, ik met dan Albertine, die was wel een beetje aan het zoeken. En, ja, Janne die ging zo zitten en Carolien, ze vond het allemaal heel leuk. Ja, de enige die het niet leuk vond was Weline, hè? Die wil ook naar school, hè? En ze moet nog eventjes wachten. Vond je het leuk? Nee. Nee, vond je niet leuk? Hey. En waarom ben je nu verdrietig dan? Omdat. Ga je wel met mij meelopen naar huis? Nee. En ga je vanmiddag wel weer mee om ze op te halen? Dan gaan we nu de traantjes drogen. Nee. Ja. Oké. Nou, kom. Ga je mee? Gaan we samen lopen? Goed zo. We gaan even een naambordje maken, weet je wel? Heeft er iemand al een naam dan? Zo gewoon een casa. Die iPhone. Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Even wat zonnebrand. Cynthia en Ivan hebben met de kinderen de afgelopen weken genoten van hun nieuwe huisje aan zee. Maar de vrienden en familieleden zijn er nog nooit geweest. En dus hebben ze voor vanmiddag een lunch op het strand georganiseerd. Zonnebrand? We gaan dus naar het strand en daar hebben we dus een housewarming. En daar komen wat vrienden straks langs en daar gaan we een beetje... Proost op ons nieuwe vakantiehuisje. Kom, ga maar even zitten, want ik wil dit wel even centraal doen. Oké, let op jongens. Want het huisje hebben jullie niet alleen van opa, het is ook van oma Ton. Toch? Van Tonneke, oma Ton en André. Toen dacht ik, dan doen we tonderen. En tonderen is het Franse woord voor maaien. Voor? Maaien. Maaien? Ja. Maaien. Die beestjes. Maden. Nee, maaien. Grasmaaien. Maaien. Oh. Leven oogsten, de toplaag eraf halen. Eigenlijk is de toplaag van wat er nu is, is weg. Dus dat zijn opa en oma is weg. Maar er blijft wat voor jullie over. Oh, dat is echt heel mooi. Ja, dus toen dacht ik, dan doen we tonderen, la vie. Zo heet het huisje. Dus maai het leven. Ja, maai het leven. Ja, dat is wel een hele mooie metafoor. Ja, want het groeit mooi. Dus dat. Dus echt serieus, ik vind het echt heel mooi. En we doen natuurlijk weer een bordje wat we lekker binnen en buiten kunnen hangen. Oh. En omdat opa van Frankrijk hield, heb ik een beetje Franse droogbloemetjes. Kijk eens, een beetje lavendel. Ja, zijn keuken was geel en blauw, hè? Weet je dat nog? Al het wit moet weg. Oké, okay. We hebben straks een soort buffetje. Ik kan nooit keuzes maken, dus ik gooi altijd alles door elkaar. Ik heb hier een
parelcouscoussalade en een aardappelsalade ga ik nog even opmaken. En we hebben allemaal hapjes. En dit, taartjes en kaasjes voor de mensen die willen. En hier zit ook nog helemaal vol. Wij hebben natuurlijk wel en allergieën en dat we geen vlees eten en zo. Maar ik, nou ja, ik verwacht niet van mijn gasten dat ze dat ook allemaal... Ik heb geen leverworst of zo. Maar ik heb wel bijvoorbeeld aardappelsalade op basis van mayonaise. Dus ik ben dan niet te strikt, zeg maar. Dus dat maakt voor iedereen doe ik wat. Oh, nee, dit is echt zwaar. Oh. Sint, wij gaan de spullen inruimen. Zullen we daarna gaan rijden? Hier nog heel veel spullen. Ik hoop niet dat we echt... Er moeten ook nog dingen te passen. Ik krijg gewoon weer kortsluiting in mijn hoofd, merk. Nee, ik heb geen overzicht. Oh, die salades gaan helemaal fout. Dat moet ook mee, taartje. Oké, let's go. Jij het bordje? Oké, doeg jongens. We lopen nu alweer achter, want ik wil er om 12 uur zijn. Gaat het niet worden. We moeten gaan, mop. Ga maar zitten, jongens. We zijn echt te laat. Oké, let's go. Bij de familie Buddenbrook laat Rob de grote hoeveelheid klussen, bijvoorbeeld de keuken en de kapsalon, even rusten. Want er staat een ander evenement op het programma. Ga je dadelijk mee? Waar is? Kappelsburgs. Voor mij? Nee, voor mama. De keken. Met Charlie. Rob is weliswaar even gestopt met klussen, maar niet met denken. Hij heeft een nieuw plan voor de kapsalon. Ja, dit is dus ja, de status. Als je kijkt naar de retro-inrichting en dan kijk je naar dit. Dit is natuurlijk een stuk moderner. Die inrichting nu, die is, kijk, dit is te veel werk om dit nou allemaal te gaan herstellen. Kijk, iets bekleden kost al gauw 500-600 euro. En dan heb je nog niks groots bekleed. In het begin waren we er heel optimistisch en denken van, ah, oh, wat leuk, ja, als je er 10.000 of 15.000 euro tegenaan gooit, dan heb je dat wel allemaal, dat zou ook best wel kunnen en kloppen. Maar het kan goedkoper en iets moderner. En dus heeft Rob via internet voor de tweede keer een nieuwe tweedehands inboedel gekocht. Wat we hiervoor moeten betalen, dat is alsnog goedkoper. 30 oktober moeten we het interieur ophalen. Dus dat is al geregeld. Ja, en de rest moeten we dan even bekijken of we daar nog iemand blij mee kunnen maken. Of dat het aan gaat vallen gaat. Jammer genoeg dan. Het is tijd voor Rob, Tayla, Charienne en Sjaëlle om te vertrekken naar de kappersbeurs in het Duitse Kalkar. Ze gaan inspiratie opdoen. Oudste zoon Miguel is even met dochtertje Vaina thuis om op de rest van het gezin te passen. Ik ga met een veilig gevoel weg. Ja, en Miguel is zelf ook vader, dus komt wel goed. Alsjeblieft, dankjewel. Hou van jullie de ballen. En hebben jullie er zin in? Oh, dat is slaap dan. Ja, die zijn allemaal geëxperimenteerd met haarkleuren. Ja, maar joh. Ja, dat zie je hier wel, hè? De raarste kleuren. Oké. Eenmaal binnen blijkt de beurs veel uitgebreider te zijn dan ze verwachten. Oh jee, dat zijn 133 onderdelen, man. Nagels, energetics, dat is alles eigenlijk. Cosmetisch, ja, het is heel veel. Ja, het is voor Rob heel moeilijk om bij de les te blijven op deze enorme beurs. Want ja, er is zoveel moois te zien, hè, Rob? Hier, ja, toch? Hij loopt ook echt gewoon de andere kant op, hè? Oh, wauw, wat is dat, man? Ja, hallo. Hi. Oh, kom. Oh. Oké, ja. Papa is vervelend. Goed, maar gleich. Alles goed. Hebben we nog veel zoeken. We zijn gratis hier. Alles goed. Je gaat tegen mij zeggen, loop rond, terwijl jij daarvoor staat voor tandenbleek. Ik zei net van, ik denk dat we gewoon even rondlopen en dan misschien even. Het is de trouwdag van Jantina en Joshua. En dat wordt groots gevierd met een bijzonder gezinsuitje. Ja, hey. Nou, ik had bedacht dat je even een meetlat moest pakken. Voor de meeste kinderen is de bestemming van het tripje nog een verrassing. En ze willen nu eindelijk wel eens weten waar ze nou naartoe gaan. Eén derde. Ja, is belangrijk, denk ik. Zeg dan wat we gaan doen. Wij gaan naar een pretpark. Yeah. 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 Dat is voor mij heel
heel bijzonder. Want de laatste keer dat wij samen in een pretpark waren, dat ik in achtbanen kon, was, ja, waren we denk ik 17 of zo. Mama. Dus dat is 25 jaar geleden. Nee, zijn er ook, 20 jaar geleden. Zijn er ook achtbanen die op de top gaan? Ja, zeker. Ik hou heel erg van de wilde attracties. Ik kon helemaal niet slapen vannacht. Ik had echt zoiets, ja. Het is gewoon lang geleden en eigenlijk met ons hele gezin hebben we het sowieso nog nooit gedaan. Nou, bijna klaar. De broodjes staan gesmeerd. We moeten nog even kijken dat we het in tassen zien te kunnen hebben. Vaste oppas Kimberly gaat ook mee naar het pretpark. Voor de gezelligheid, maar ook... Voornamelijk omdat we zeker ook wel met de grootste gewoon echt de grote achtbanen willen pakken. En de kleintjes, die kunnen daar echt niet in. Maar dan is het gewoon prettig als er iemand is die op de kleintjes kan passen of een leuke andere attractie met de kinderen kan doen. Nou, ja, we gaan. Na ruim een uur rijden komen ze aan in het pretpark en kijken ze hun ogen uit. Dit wordt een heel spannende dag. Die, ja. Hallo, weet je hoe hoog die is? Die gaan we sowieso doen. Deze is dichterbij. Hey, luister, ik wil ze allemaal. We gaan niet weg voordat we ze allemaal hebben gedaan. We gaan niet weg voordat we alle achtbanen hebben gedaan. Wordt mij net verteld. Moet jij de weg maar wijzen? Ja, nee, Jesse weet het nou. Bij de Jelies is Wieline gelukkig weer blij, want ze mag erop uit met haar grote zussen Jenny en Jantine. De school begint morgen en dus kunnen ze nu nog even wat schoolspullen en kafpapier halen. Deze. Die is gaaf. Deze is gaaf. Tijgers. Deze is gaaf. Ben jij die gaaf, Wieline? De kleur groen? Ja. Ja, hè? Vind je die cactus leuk? Ja, cactus. Hoeveel moet je er hebben? Ik vind deze ook gaaf, maar die vogeltjes. Hier ook twee van. Oh ja, Joni staat er. Wij betalen wel de schoolspullen. Ja, ik vind dat wel een taak, zolang wij het nog mogen en kunnen doen... vind ik een taak van ons dat wij dat betalen. Ik wil deze. Waar heb je die voor nodig? Ik wil deze. Lekker ding. Maar kijk, je kan beter even een setje potloden, want dit is een euro per potlood. Kun je beter zeg maar zo'n dan heb je setje. Daar heb je setjes. Zullen ja, we daar even kijken? En je weet dat dit eraan komt. Dit moet. Ze hebben het nodig voor school, dus dan moet het gewoon. En maar we kijken wel uit zeg maar dat je niet de dure potlood doet, maar dat je wel kijkt van hé, hey, in een setje. En vooral Jantien is er heel goed mee bezig. Hebben jullie hier genoeg aan? Ja. Drie potloden? Ja. Helemaal goed. Fijne dag nog, hè. Doei, doei. Wat doe je, vrouwtje? Eenmaal thuis pakken de dames direct door met boekenkaften. Want morgen moeten ze naar klas 2 en klas 4 van het VMBO. Jantine doet zorg en welzijn. En Jenny doet dit jaar eindexamen in dienstverlening en productie. Het wordt een pittig jaar met veel huiswerk. Ja, ik help wel veel met het huiswerk, maar het is meer opdrachtje moeten doen. Want het is, ik vind het zo moeilijk. Ik vind het echt al best wel moeilijk, het huiswerk. Dat ik echt denk van, ik weet zelf niet eens waar het over gaat. Gaat het je lukken of moet ik het voordoen? Dan gaat hij open. Ik heb het gemaakt nu al. Nee, toch? Kom. Zet een plakbandje op. Ik ben maar... Ik moet haar wel. Tada! Oh nee, dit is geen werkboek, denk ik. Oh, we vergeten welk boek dit is. Jenny. Dit is erg lachwekkend, dit. Nee. Je hebt veel te veel. Goeie werk. Ja. Nee, Jenny, sorry. Dit wordt helemaal niks. En dus komt Janneke zelf maar in actie. Voor deze. Je moet het zo een beetje zien als inpakken, denk ik. Wacht even. Dat doe ik nou verkeerd. Ik snap niet dat het niet lukt. Hier zit ook maar één. Schiet mij lek. Ik snap er niks meer van. Gaat het goed, moeder? Nee. Het is verschrikkelijk. Stomme boeken. Echt. Zoek het uit, echt waar. Ik ben er helemaal klaar mee. Jij. Dat lijkt zo makkelijk. Maar dat is het niet. Dit gaat altijd goed.
En dan moet hij dicht. Dan weer zo doen. Dat zie je? Ja, mooi. Prachtig. Geweldig. Ja. De Kudelgams zijn onderweg naar IJmuiden voor de housewarming. Ze zijn alleen veel te laat vertrokken en dus heeft Cynthia stress. Ja, maar ik vind het wel vervelend als gasten straks teams moeten zachten. Als gasten ons moeten wachten. Ja, dus dat wij nog niet klaar zijn en dat ik andere mensen zie wachten, vind ik vervelend. Ja. Dus ik hoop wel dat we echt... Ja, ja. Zij zijn wel een lekkere negatieve draai. Ja, altijd. Ja. Dan ben ik... Ja. De mensen komen toch om 2 uur? Wij zijn er om 1 uur. Het is niet dat je het huis helemaal moet schoonmaken. Want die 20 vierkante meter die zien er al netjes uit. Het is gewoon een strandtafel of die biertafel op strand. Doek eroverheen, aankleding, spullen erop. Ja. Ja, ik snap het niet, hè. De oudste Kudelgam-kinderen zijn vooruit gegaan met trein en bus. Ze zijn al ter plekke en staan dus te wachten. Oh, daar zijn ze. Daar zijn ze, daar zijn ze. Oh, eindelijk. Sorry. Oké, deze is voor jou. Deze kan ook getild worden. Oké, Barmanos. Oh nee, het wieltje is gebroken. Ja, nee, die is nog niet gebroken. Maar die is nog niet gebroken. Dit is even een gedoetje door het zand heen altijd hier. Dat wieltje houdt het nog wel. Tot nu toe. Oh, wacht. Dat wiel. Oh jee. Dat wiel gaat. Oh, die gaat echt stuk. Oh, dat wiel. Oh, niet zo. We moeten voorzichtig doen. Ja, rustig. Ik hoef die kar niet te doen, dat scheelt. Ik kom bezweet aan, jongens. Het is niet de bedoeling. Jezus. Dit vind ik helemaal kak. Kijk, zo'n moeten we hebben. Zullen we ruilen? Krijg jij een kind? Geef jij mij die. Nee, hoor. Hoi. Oké, zit, we hebben een uur. Ja. Niet eens. 3 kwartier. Voordat er mensen zijn. Dus we moeten gas op die lolly. De salade is helemaal vreemd. Ja. De eerste gasten zijn al onderweg. We gaan het redden. Wacht even. Dat is een beetje zelf, ja. Dan kon je dat dus zelf. Ja. Ik heb afgelopen, hoe lang hebben we het huis? Volgens mij een maand of zo. 1,5 maand. Ben ik hier zeer geregeld geweest. Dit is altijd heel gezellig met z'n allen op het strand. En dan gaan we vaak een strandwandeling of gaan zwemmen. Of allemaal leuke dingen doen. En dat vind ik hier heel leuk. Het is echt lekker. Leuk. Dus ik ga het wel missen. Ja, want binnenkort is de zomer voorbij. En dan wordt het huisje tot april opgeslagen in de stalling. Ja, het stormseizoen moet hij eraf. Omdat je gewoon dan al het waaien en zand. En dan word je gewoon eigenlijk continu ingebouwd. Dus daarom zijn we er dus een paar maanden niet. Maar dat is ook goed. Ook even thuis bezinnen, lekker in Amsterdam zijn en daar leuke dingetjes doen. Gewoon een beetje binnen gezellig maken. Zo, jongens, we hebben het gewoon gehaald. Jongens, echt top. Trots op jullie. Toppie, Lo. Hey. Toppie. Het huwelijksfeestje van Joshua en Jantina wordt 1 grote adrenalinekick. Om rustig in te komen beginnen ze bij de houten achtbaan. Die ziet er namelijk het vriendelijkst uit. Gaan we gewoon doen, hè? Hé, hey, Johan, ga jij naar mij? Ja. Ah, leuk. Zin in. Daar gaat hij. Ik denk ook dat het een hele goede is om te beginnen. Want volgens mij gaat hij niet over de kop. Op als Kimberly en de kleintjes Jurian en Jedinja staan beneden klaar. Ze hopen een glimp op te vangen van iedereen. En ze wachten vol spanning op hun familie. Ja, je komt eerst hier langs. Het snelste misselijk wordt normaal gesproken Jessa. In de auto al, achter in de auto. Joshua die gaat groen kleuren als hij rondjes gaat draaien. Dus over de kop gaat goed, maar zo niet. Een achtbaan is prima. Ja, we kunnen wel iets verder. Maar alleen maar rondjes draaien, dat is niet voor mij. Mogen andere mensen doen. Ja.
beetje zo'n hogere hartslag. We bouwen het ook netjes op. Eerst een beetje een rustigere aanval. Nee, die mag je niet dicht doen. Dat zeiden ze net. Alleen je gordel vastdoen. Echt aantrekken, ja? Dat je hem goed stevig hebt. Want ik wil je niet eruit hebben vliegen. Gaan we Joas oren helemaal kapot gillen? Ja, jij de mijne dan. Zou je handje vasthouden? Nee. Denk je dat je straks de grond kan zien? En daar gaan ze dan. Ah, dit is spinnen. Gelukkig afgelopen. Dat was nog eens lekker rustig inkomen. En Jantina mag gillen. Oh, ik heb echt heel hard gegild. Hij was veel enger dan ik dacht. Ik ga niet meer naar deze. Jongens, even hier rustig blijven. Nee, kijk eens. Nou bibber ik wel, hè. Mama. Die bochtjes en... ik had een beetje rustige houten afval. Ik dacht, ik ga niet gillen, maar ik heb echt mijn longen uit mijn lijf. Ja, dat kan je niet op. Hij ging heel veel over de kop en heel gekke dingen doen. Zullen we het nog een keer? Nou, deze voorlopig even niet. Hey. Ja, de kinderen zijn dol enthousiast. Die zaten er zo nog een keer in gaan. Nou, ging zo naar beneden. Maar die gaat zo. Nee, hij gaat niet zo erg. Het lijkt alsof hij zo gaat. En het lijkt alsof hij hoofd stoten. Onze haren staan helemaal zo. Nu Rob en Tyler Burenbrug op de kappersbeurs zijn, passen oudste zoon Miguel en Jorien thuis op de kleintjes. Ja! Ik vind het niet erg om te doen, zeg maar. Omdat ik ook al vaker gedaan. Het is een beetje normaliteit gewoon. Ja, we wonen zelf in Duitsland, also dat is oké, hè. Op de kappersbeurs in Kalkar hangt een gezellig sfeertje en Tyler kan de mensen goed verstaan. Maar Duits spreken vindt ze nog steeds moeilijk. Gelukkig heeft ze Rob. Rob is meer als meer vertalen, maar hij blijft altijd zo lang praten. Dat weet ik nog. Omdat ze met zo'n schere, die moest mijn vrouw damals ook immer wegbrengen. Mijn vader kan heel goed Duits, omdat... onze opa, dus zijn vader, die was Frans-Duits. En die sprak dan dus ook eigenlijk een beetje, vooral Duits, maar dan een klein beetje Frans echt tussen de. Frans, Duits, Frans, ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hey Frans, Duits, Frans, ze spreekt een beetje Duits. Heb je nog een spiegeltje bij hem? Zie je dat? Ja. Dus ik kan gelijk die spullen hierbij in doen. Hier. Ondanks dat Rob een lekker woordje Duits spreekt, belanden ze toch bij een Nederlandse stand. En daar ziet Tyler iets waar ze tijden al naar op zoek is. Ja, gaaf, hè? En voor mij is dit ook kapot. Die handel is kapot. Klopt, ja. Dus dit is voor als ik bij mensen thuis ga, is dat natuurlijk makkelijker om mee te nemen. Niet iedereen kan naar mij toe komen. Tyler wil de kapperstrolly heel graag hebben. Maar Rob is als echte onderhandelaar niet van plan om de vraagprijs neer te leggen. Hij zet een van zijn tactieken in. Wil je er meenemen van? Nee. Dat ga ik nou niet doen. Je hebt toevallig geen kaars of zo, hè? Of sturen ze alleen Ja. Oh, niet? Nee, je moet het beschadigen heel snel. Welke vind je mooi dan? Die. Zwart. Ja. Kijken wat ik kan doen. 190 zijn die. 190. Laat ik hem hier dan voor 150 doen. Kunnen we leven? Ja, ik wel. Tyler, ja. Mimi, kom, pak hem binnen. Hij is verkocht. Hoppa. Kinderen blij, vrouw blij, wat wil je nog meer, hè? Ja. Ja, toch. Ik vind het ook een hele mooie kleur, dank jullie wel. Je krijgt een aanbod wat je niet kunt weerstaan en dan... En Tyler is er heel blij mee, dat is het vooral het voornaamste. Tyler is er blij mee. Ja. Ja, is misschien wel voor haar handvatbaar, hè? Ik zie Jana niet zitten. Jij wel? Nee, hè? Waar? In Tollebeek is de nieuwe school van de Albertine, Harry, Caroline en Jana bijna uit. Janneke hoopt maar dat ze er allemaal blij uitkomen. Ja, je denkt er wel aan natuurlijk overdag. Maar ze zijn dichtbij. Als er wat is, word ik wel gebeld. En ze zijn sociale kinderen, dus ik verwacht wel goede berichten.
Kijk je de blije kappie dan. Hé, hey, kom eens hier. Hoe was het? Ja? Gooi je straks alles vertellen aan tafel? Albertine en Harry. Heel goed? Het was het leukste dag van Nee, we gaan eerst naar huis. Mag dit meisje bij je zitten? Zullen we dat morgen even doen? Ja. Nou, kom maar. Ja, ook een blij gezichtje. Hé, hey, of niet dan? Heel leuk. Heel leuk. De kinderen zitten vol verhalen en Janneke wil het allemaal horen. Caroline en Harry, ga eens aan tafel. Even vertellen. Ten eerste, dit was echt gewoon mijn leukste dag van de hele wereld. Echt? Weet je wat vooral leuk was? Ik heb nu echt al heel veel vrienden. Ja? Ik ook. Ook al. Elk kind. Elk kind. Joas, die ook bij ons in de kerk zit. Ja? Dat is echt gewoon mijn beste vriend. Mag ik misschien morgen bij hem spelen? Ja, is goed. Caroline had al een vriendinnetje die graag mee wil met ons, hè? Maar dat gaan we even morgen doen, goed? En hoe heet dat meisje? Want dan weet ik niet hoe dat meisje heette. Ik ook niet. Oh. Dan moet je dat morgenochtend gelijk even vragen. Harry, hoe was jouw juf? Die was behoorlijk lief. Behoorlijk lief. Behoorlijk. De nieuwe school is een enorm succes. En er is nog een leuke bijkomstigheid. Harry mag op deze school een oorbel. Harry die had vroeger als jongetje heeft hij een oorbel gehad. Maar toen op de andere school moest hij uit. Omdat ze daar reformatorisch, dan mag je eigenlijk geen oorbel in. Dus nu hadden we eigenlijk gevraagd van Harry, zou je hem wel weer willen? En toen wou je heel graag een oorbel. Een liedje kan prikken. Het deed op zich helemaal niet zoveel pijn. Maar je voelt het wel. Je lopen heel veel mannen op Urk met een oorbel. Ja, ook wel 4 of 2. Of is echt iets heel stoers, iets heel Urks eigenlijk. Ja, als je dan op 7 ging, de boot zonk, dan ging de oorbel, die betaalde voor je begrafenis, voor je steen. Ja. Ja, dus als je dan bijvoorbeeld geen oorbel had en of die was kwijtgeraakt op zee, dan had je gewoon een probleem. Want dan werd je gewoon in zee gegooid of er werd gewoon eigenlijk niet voor je gezorgd na je dood. Het was gewoon. Zo'n gouden oorbel met een zeilbootje erin. Die hebben we moe gelijk gekocht. Maar iets met 2 maandjes, dan laat ik deze erin gaan. 2 maandjes? 2 maandjes. Het huwelijksfeestje van Jozua en Jantina is nogal uitdagend en voor sommigen zelfs een beetje te. Ga niet door. Ja, ik ga liever in de kermis in de bank hoor. Deze bank doet wel iets anders. Ja. Maar het kan Jantina niet gek genoeg. 20 jaar heeft ze het zonder achtbaan moeten doen. Maar nu is ze bezig met een ware inhaalslag. Poging doen. Ik ben nou hier. Thuis heb ik het niet. Hey, ik heb je wel gemist hoor, schatje. Ik had iemand nodig om fijn te knijpen. 4, 5, misschien wel. Voor de volgende attractie is het wel zo leuk als iedereen ervan kan genieten. Maar dan moet de hele kinderschaar wel compleet blijven. Hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo gaat het eigenlijk heel dag. En ik moet zeggen, de grote... Dat scheelt. Je hebt wel even een extra paar ogen, zeg maar. Ze houden elkaar ook in de haast. En de grote nemen ook, kijk. Jasper heeft nu bijvoorbeeld Jurrie aan onder zijn hoede. Dat gaat een soort bijna... De grote die halen ze ook wel terug. Na al het gedraai en gespetter is het tijd voor een rustmoment. Nou, lusten jullie wel een ijsje? Ja. Nou, kies er maar eentje uit. Wil je Calippo of wil je een Cornetto? Of zo een, die is zo'n twister? Even kijken hoor.
Voor de rest van de dag hebben we broodjes meegenomen, alles zelf mee. Dus nu een ijsje, maar je kan zelf even kiezen wat ze willen. De meesten kiezen over het algemeen toch wel voor een waterijs. Vond je het allerleukste, je dingen? Achtbaan. De achtbaan? Ben jij in de achtbaan geweest? Wat vond je leuk? Niet de waterbaan, maar de ijsjes. De ijsjes, ja, die zijn eigenlijk wel het leukste. Dit is wat we in 16 jaar gekregen hebben. We hebben prachtige kinderen en ze zijn geen van alle bang te krijgen. Nee. Ze willen alles, ze proberen alles. Ze zijn ontzettend enthousiast. Maar het is gewoon heel erg leuk dat ze het zo naar hun zin hebben hier. Ja. En wij dan ook. Even door. En wij dan ook. In IJmuiden bij de Kudogams zijn de gasten gearriveerd en kan het feest losbarsten. Hoi. Hoi. Hallo. Hey Judith, Maarten, hey, wat zie je er mooi uit. Omdat het huisje is gekocht met de erfenis van opa André, vinden Iwan en Cynthia het heel fijn om hier vandaag samen met hun vrienden en familie te zijn. Veel van deze mensen hebben ons ook gesteund of Cynthia geadviseerd in het hele traject naar dit huisje. Dus dat is wel mooi als ze er nu ook zijn bij de doping van het huis. Of weet ik veel wat, of hoe heet het? Of een housewarming. Oké, jongens, welkom allemaal in het huisje van opa André en oma Ton. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar toen dachten we van, we willen het huisje eigenlijk een naam geven. Mijn moeder heette Tonneke en mijn vader André. Dus dat hebben we samengevoegd en dat is Tondre. En Tondre betekent in het Frans maaien. Nou. Maaien in de zin van oogsten. Dus ik dacht, dan is het een mooi stapje naar het voortleven van wat zij hebben gezaaid. En wij maaien dat, zeg maar. En zo leven we voort. Dus zo kunnen we alles doorgeven. Het klopt niet meer zoals hoe ik het in mijn hoofd had. En toen vanochtend ging het weten. Eigenlijk heet het dus Tondre la vie. Dus welkom in Tondre la vie. Ja, het is wel een bijzondere dag. We luiden eigenlijk het huisje in, maar het is tevens ook een soort afscheidsfeestje. Ik vind het heel mooi. En die naam, dat is gewoon schitterend. En fijn dat er ja, een plek is waar we met z'n allen gewoon elke keer weer naar terug kunnen komen. Waar we gewoon met de familie, hè, gezellig hè? Hè, Jessie? Zo gezellig. Hallo, lieve mensen. Mag ik even jullie aandacht? Lieve Cynthia en kinderen. Dit is natuurlijk een heel mooi, bijzonder moment. Hè? Want het huisje is nu omgedoopt naar Tondre la vie. Tondre la vie. Tondre la vie. En opa heeft echt gezegd, doe er iets mee waar jullie met z'n allen bij elkaar kunnen komen en van het leven kunnen genieten. Nou, dat hebben jullie, heb je hartstikke goed gedaan, Cynthia. Dus in het kader daarvan hebben we toch nog iets kleins dat... nou ja, ik ga te veel zeggen, denk ik. Misschien moeten jullie het maar even geven. Oh, nee. Wacht, show je me even aan de wereld. Nou, jongens. Oh. Heel mooi. Dit is Daf. Heel mooi. Dit is wel een foto wat echt de band met Cynthia en haar vader in één keer grijpt. Dus, nu is het feest! Nou, Jee! Oh, het is graag gedaan. Ja, graag gedaan. Heel lief. Mooi, hè? Mooi. Ja. Maar het is wel mooi met dit schotje. Vind ik ook, ja. Ja, het is natuurlijk gewoon weer even zo'n reality check van, oh ja, dit is niet zomaar op ons pad, zeg maar. Dit is gekomen omdat mijn vader dit geschonken heeft aan de kinderen en niet omdat wij dat zelf zo eventjes leuk bedacht hadden. Dus het is heel, heel dubbel. Ja, en zo'n foto, dat herinnert je er natuurlijk wel weer aan. Dus ja, echt heel mooi. Morgen in een huis vol. Er staat de kinderen Jelies een bijzondere verrassing te wachten. Het plan is dat de verrassing door Janneke en Johan tijdens het eten onthuld wordt. Maar is Johan wel op tijd? Luister, er is een zware ongeluk gebeurd overschrijven. Ach jongens, dat meen je niet. Daar gaan ze, dames en heren.
In het zwembad van Werkendam maken Jozua en Jantina Zelderus zich grote zorgen. Gaan Jirsa en Jaira vandaag hun A-diploma halen? Of moeten ze terug naar de les? Zie je, ze doet het niet goed. Rob en Tyler Burenbrug vinden het fijn als de kinderen een steentje bijdragen in het gezin. Ook dochter Charienne, die een verstandelijke beperking heeft, krijgt gewoon taken. Maakt niet uit. Kun je omroeren met saus, maakt niet uit. Maak morgen eerlijker. Maak morgen groener. Maak morgen liever. Maak morgen.